Ik begreep dat Marjan Kelch, die was al aanwezig, die zag ik al even op het scherm. Marjan komt inspreken over het onderwerp lopende en toekomstige projecten in Oud-West, onder andere Da Costa. Beste raadsleden, ik ben woonbewoner op de Beeldendijkade kruispunt Klerkstraat. U vraagt begrip voor de lopende en komende projecten, maar ik vraag me af, hoeveel vindt u redelijk? U heeft het over projecten die in elkaar overlopen, maar bent u er ook van op de hoogte dat sommige bewoners van Stadsdeel in alle projecten vallen? We zijn begonnen met de terrasuitbreiding. Natuurlijk hadden we daar begrip voor, hoewel ik moet toegeven dat het na een paar maanden opbreekt. En niet meevalt als jouw klokje om 5 uur 's morgens gaat en het terras om 2 uur dicht. Nu de horeca stopt rustig, maar we kunnen er natuurlijk van uitgaan dat er straks de vraag komt hoe de horeca tegemoet te komen. Uitsluitend kwam de herprofilering van de Beeldendijkaarten en zitten we nu een klein jaar in een zandbak. Maar begrip. De slotten moeten straks mooier worden, al hadden bewoners sommige dingen toch graag anders gezien. Met name ergernissen afvalbakken. Dit project is nog niet afgerond of er ligt nu al een brief in de bus dat we gaan beginnen aan project 3. Voor 2 tot 3 jaar de oranje loper. Al is ons medegedeeld dat we heel veel overlast zullen krijgen, zijn we gelukkig dat we mogen blijven liggen. Dus wederom begrip. Maar daarna, we lijken wel uitverkorenen, vallen we ook nog in project 4. Voor nog eens 5 jaar krijgen we buren uit de kostenkade. Dit toch ten koste van onze privacy en tevens brengt dit met zich mee dat door de afsluiting van de kostenkade er veel meer pleziervaartuigen door de Beeldendijkade komen varen. Helaas dus ook meer overlast te verwachten door het harde varen. Wij zouden dan ook graag borden zien dat mensen een bewoond gebied invaren en rekening willen houden met hun snelheid. Want de meeste snelvaarders hebben er totaal geen erg in hoeveel golfslag ze maken. Tussendoor denk ik dat we ook nog project 5 krijgen, de herprofilering van de Klerkstraat. Wij willen u daarom nogmaals vragen om straks te kijken naar het geheel. En waar, wanneer en hoeveel arken op bepaalde stukken te plaatsen of juist te ontzien. We vinden het dan ook jammer dat de kaders van Smaragd wederom uit West begroot zijn gehaald. En misschien aangegeven bezwaren van omwonenden uit de weg hard zou kunnen nemen. Het veelal benoemde uitzicht op het water, verlies van watertuinen. Want als ik u foto's laat zien, vraag ik mij af waar u als omwonende voor zou kiezen. Mijn voorstel zou zijn om groene daken te plaatsen op de arken. Ik denk dat dit een mooi initiatief van het Stadsdeel zou zijn. Om alle arken, tenminste in de Beeldendijkade, waar u het grootste gedeelte wilt leggen, om deze van een groen dak te voorzien. Zodat de hele kade een groene promenade wordt. En zo geeft u de walbewoners en arkbewoners iets moois terug. Enkele arkbewoners hebben mede door subsidie een sedumdak laten plaatsen. En ik moet zeggen, het resultaat is prachtig. En de omwonenden zijn laaiend enthousiast. Vele complimenten zijn gegeven. Ik zou voorstellen, raad, kijk nog eens naar projecten zoals Westbegroot, buurtbudget, groenvoorziening. Neem deze nog eens onder de loep en ga met de kaders van Smaragd om de tafel. Zie het als een overlopend project. Zoals u heeft, gratis plantjes in de geveltuin of de vele straattuinen die zijn aangelegd. Een project dat zeker op heel veel begrip zou kunnen gaan rekenen. Ik wou u graag nog een foto laten zien. Zo zou het eruit komen te zien. Dus als de arken komen uit de kostenkade. En dit zou het plaatje kunnen worden als het stadsdeel meedenkt aan groene daken. Ja, het is heel vervelend dat precies u op de locatie zit waar heel veel dingen gaan gebeuren. Die ook heel veel noodzakelijk zijn. Ik weet niet of ik een aantal dingen kan oplossen. Maar die van de pleziervaart door de Beeldendijkgracht, dat vind ik wel een interessante. Wat zou u vinden van eenrichtingsverkeer in de gracht? Zou dat voor u in ieder geval vanaf het water wat oplossen? En het andere was meer even ook aan de portefeuillehouder. Voor de sediumdaken, dat idee wat u heeft, vind ik eigenlijk wel zo'n sympathiek idee. Dat zou ik misschien even graag verder uitgezocht hebben of we daar een mogelijkheden tot zien. Eerst even naar de beantwoording van onze inspreker. Eenrichtingsverkeer zou misschien helpen, maar ik denk dat een heleboel mensen gewoon echt geen erg in hebben hoe hard ze varen. Kijk, ze komen van de kostverloren vaart en ze zien één richting. Die woonarken zien ze eigenlijk niet eens door de brug heen liggen. Dus het zou al helpen als er gewoon borden werden geplaatst dat mensen een bewonend gebied invaren en alsjeblieft hun vaart zouden willen verminderen. Ik denk dat dat al een hele hoop zou schelen. Want het is niet zo dat we niemand willen hebben langsvaren, want we vinden het hartstikke gezellig.
Maar het is een beetje vervelend als je bijna 10 keer op de kade legt. Of het mogelijk is om zo'n digitaal bord eventueel en ook een wellicht eenrichtingsverkeer te onderzoeken. En ik wilde u nog vragen, hoe lang heeft dat ongeveer geduurd tot de daken bij jullie vergroend zijn? Hoe lang is dat proces ongeveer geweest? Dan kan ik ook even inschatten in hoeverre er zoiets haalbaar zou zijn in de periode dat die boten tijdelijk ergens liggen. Mevrouw Kelch. Dat is een hele korte, dat is een heel kort proces. Als we nu bestellen, dan kan denk ik binnen 2 maanden liggen de daken erop. En het is helemaal leuk, omdat je, als je onderling elkaar helpt, heb je ook geen mensen van buiten nodig wie het aanleggen. Dus de buren helpen zo'n dak aan te leggen. Het is alleen nu zo dat er wel een subsidie voor is, maar die is alleen maar voor oudere boten en die is maar 50%. En eigenlijk is de opbrengst voor de arkbewoner minimaal, omdat het natuurlijk om kleine daken gaat. Maar voor de omwonenden is het gewoon een wereld van verschil. Als je op een asfaltdak kijkt of je kijkt op een groen dak. En ik zie al die tuintjes in de straten. En dan denk ik, waarom verdelen we dat niet een beetje en geef je aan beide kanten iets? Ik snap wel dat u zorgen maakt over al die projecten bij u in de buurt. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Het is veel. Ja. Helaas is het alleen wel nodig. Hè. Dus het zijn ook projecten die we niet doen omdat het nou zo leuk is. Maar vooral omdat het noodzakelijk is helaas. Hè. Dus Oranje Loper en zowel de Oranje Loper als de Kostenkade, die hebben natuurlijk gewoon te maken met achterstallig onderhoud. Waarbij we echt nu moeten in actie moeten komen. En we proberen dat op een zo goed mogelijke manier te doen, dat het zo min mogelijk overlast geeft. Maar overlast zal het geven. Dus ik begrijp ook wel daarom uw vragen. Die borden, dat vind ik wel een goed idee. Ik weet niet of dat kan. Ik ga het navragen. Maar ik hoor dit op meer plekken, dus misschien kan dat verlichting geven. En die groene daken vind ik wat ingewikkelder. Want daar is inderdaad een subsidieregeling voor. Het is nou ook weer niet zo dat wij nou heel veel extra middelen hebben om dat aan te vullen. Die zijn gewoon beperkt. Ik zat nog te denken aan misschien dan via buurtbudget of best begroot. Maar ik weet niet of dat nou heel veel kans maakt, zeg ik maar gewoon heel eerlijk. Dus ik ga nog wel even kijken naar die subsidieregeling. Wat er precies, volgens mij klopt het wat u zei, 50%. Ik ga er nog eens naar kijken. Maar ik geef het weinig kans, zeg ik maar gewoon heel eerlijk. Hij zegt dat die groene daken weinig kans van slagen hebben via de allerlei constructies. Maar is dan Stem van West een optie? Ik kan hier nu een heel mooi verhaal ophangen, dat wil ik niet. Hè? Want we hebben een subsidieregeling, die is hiervoor. Kijk, we zitten nou niet in een tijd waar de budgetten nou heel erg groot zijn. Hè? Het is gewoon heel krap. Ik hoor het in alle overleggen waar ik zit. Het is best wel, ik vind het best wel zorgelijk. Wat ik hoor, dus ik wil daar gewoon voorzichtig in zijn. Dus wat ik wel ga doen is toch even gaan kijken van hoe zit die subsidieregeling in elkaar. Ik zal er nog wel op terugkomen. Mag ik nog één ding zeggen? Ja. Centrum doet wel heel geweldig mee met de kaders van Smaragd. Hè? Die hebben heel wat geld erin gestoken. Naast de subsidies die ze al krijgen. Ja, ik volgens mij heb ik er genoeg over gezegd. Ik kom erop terug. Ja,